Kom je eigenlijk zo in Hoorn verzeild met je pianist? Oh, mijn ouders wonen in Hoorn en we zijn een paar nummers aan het componeren. Ben Waalwijk en ik. En dan moet je af en toe rust hebben, hè, dat je niet zoveel de hele tijd gebeld wordt en al dat soort dingen. En bij mijn ouders, ze weten nooit wanneer ik bij mijn ouders ben, dus dat is... Dat is wel makkelijk. Behalve nu dan. Nou ja, wat vind je zelf van Hoorn? Ik vind het oude centrum vind ik prachtig. En ik vind het IJsselmeer schitterend. En nou, er zijn wel mooie dingen aan Hoorn, hoor. Maar ik vind al die slaapsteden die ze erbij gebouwd hebben, die vind ik niet zo aardig. En een HEMA in de kerk, hè? En een HEMA in de kerk. Ja, nou ja, dat vind ik weer... Vette warme borst. Nou ja, dat is dus een noodvoorziening, hè? Ja, maar ik vind het niet kloppen. Ik bedoel, God hoort niet in de HEMA te wonen. Something in your smile made it happen, Joe. Something in my heart seems to snap. Never seen a woman so mature, never seen a person so relaxed. Thank you.
yourself. Deeper and deeper, yeah. Fell on, we got higher. Ik voel me net Lubbers altijd, ja. Als ik een interview geef. Dus dan moet je oppassen wat je zegt. Nou, goed. Ik was een keer in een Veronica televisieprogrammaatje en toen werd ik plotseling gediscrimineerd omdat ik 34 was toen. Ik ben nu 38. En dat gezeik zeg. Kan mij het nou schelen? Ik heb zoveel mooie vrouwen van 50 gezien. En ik heb zoveel stukken van 60 gezien. En wat doet het ertoe? Als je wat betekent, betekent je wat. En als je niets betekent, betekent je niets. En ik vond het. En daarom ben ik weggelopen.